Eindhoven wil niet dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld. Het kabinet wil daarmee illegaliteit aanpakken, maar de gemeenteraad ziet dat niet zitten. Die heeft burgemeester Van Gijzel de opdracht gegeven om het kabinet op te roepen het plan te schrappen. De fracties van SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Nou ja, wij maken ons gewoon grote zorgen. Het Rijk heeft een wet in voorbereiding om illegaliteit strafbaar te stellen in Nederland. Dat betekent dat mensen die nu in onze stad verblijven bijvoorbeeld niet meer naar een dokter durven. Dat ze niet meer hun kinderen naar school durven sturen. En wij zijn bang dat er mensen misbruik van hun gaan maken omdat ze in een hele kwetsbare positie zitten. Dus ook voor criminaliteit veel makkelijkere doelwitten gaan worden. Ik deel deze zorgen ook. Allemaal uitkomen weet ik niet, maar ik denk dat het wel goed is om er aandacht voor te vragen dat deze zorgen er zijn. De meeste partijen zijn bang dat illegalen op straat gaan zwerven en niet meer naar de politie durven te stappen als er iets misgaat. En daardoor bijvoorbeeld in de prostitutie belanden of het slachtoffer worden van geweld. Maar de kleine oppositiefracties in Eindhoven zien dat anders. Illegaal is illegaal, dat is wetgeving en daar heb je je dan aan te houden. Als dat strafbaarstelling komt, dan weet iedereen die hier illegaal verblijft wat de risico's zijn. Vluchtelingen in de knel in Gestel is blij met het signaal van de gemeenteraad. Want nu al vallen veel illegalen tussen wal en schip. We hebben onlangs een man die 4 jaar in Nederland illegaal is verbleven. Hij werd geïllegaliseerd. Hij kwam uit Sierra Leone naar de burgeroorlog. Heeft daar een verblijfsvergunning. Hij heeft hier een verblijfsvergunning gekregen meteen. Omdat het te gevaarlijk was, is vluchtelingenschap gekregen. En dat is na verloop van tijd is dat ingetrokken. Is op straat terechtgekomen. En die jongen die heeft op dit moment weer een verblijfsvergunning. Die mag nou bij zijn kinderen verblijven. Nederland telt zeker 100.000 illegale vluchtelingen. Binnenkort praat de Tweede Kamer over het voorstel om illegale strafbaar te stellen.